welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een soort stash video voor jullie. En deze video is echt super veel aangevraagd. Ik ben natuurlijk groot Colourpop fan. Ik weet dat heel veel van mijn kijkers ook heel erg dol zijn op Colourpop. En daarom leek het me leuk om in deze video mijn Colourpop Super Shock Shadow Collection te laten zien. Ik ben denk ik 3 jaar geleden begonnen met Colourpop producten kopen. 3 jaar denk ik, zoiets. Ik weet eigenlijk niet precies. Volgens mij 3 jaar. En daarin was ik in eerste instantie heel erg dol op de Super Shock Shadows. Het zijn best wel bijzondere oogschaduwen. Het zijn allemaal mono's, dat sowieso. Maar de formule is heel apart. Ze zijn super gepigmenteerd, heel erg creamy, hele mooie kleuren. En ik was gewoon op slag verliefd. En ik heb in al die tijd best wel heel veel Super Shock Shadows verzameld. Ik gebruik ze nog steeds met heel veel liefde. En ik heb ze in dit kistje zitten. Dit kistje is eigenlijk van NYX, zoals je kunt zien. Die heb ik gekregen bij de opening van de NYX Store in Amsterdam. Dat is nu ook alweer 2 jaar geleden, geloof ik. Maar hier zitten dus al mijn Super Shock Shadows in. Ik zal jullie kort even laten zien hoeveel dat er zijn. Ik durf zeg maar oprecht wel te zeggen dat ik best wel heel erg fan ben van het merk. Sowieso door deze kit te laten zien. Maar ook dat ik vooral de Super Shock Shadows gewoon hele mooie producten vind. En mij is gevraagd om dus een swatch video voor jullie te maken. Van alle kleuren die ik in mijn bezit heb. Sommige kleuren, ga ik eerlijk in zijn, die zijn niet meer te koop. Of in ieder geval op dit moment niet. Colourpop heeft ook heel vaak andere kleuren weer teruggebracht in de collectie. Die op dat moment gewoon heel populair waren. Maar uit het assortiment gingen. En ze hebben ook kits uitgebracht. Ik heb hierboven bijvoorbeeld 2 setjes. Dat waren eigenlijk gewoon 2 collecties. Maar er zijn ook nog een heleboel kleuren die hierin zitten wel gewoon nog te koop. Deze video is dus eigenlijk bedoeld voor de mensen die heel graag Colourpop Super Shock Shadows willen proberen. Maar ook om heerlijk weg te kwijlen bij de prachtige kleuren en finishes van deze super mooie oogschaduws. Dus ben je benieuwd hoe alle kleuren eruit zien? Dan moet je zeker even blijven kijken. Er zit niet echt een logica in de kleuren die ik heb. Want ik heb heel veel nude kleuren die ik echt gewoon op dagelijkse basis gebruik. Maar ik heb ook knalrood, knalblauw, donkerpaars, zilver, goud. Echt van alles. En ik vind ze zowel fijn voor mezelf te gebruiken als voor in mijn visagie kit. Als ik echt gewoon bam op die ogen wil, dan gebruik ik sowieso een Super Shock Shadow. Het is een beetje afhankelijk van de finish die ze hebben wat voor effect je ermee kan krijgen. Er zitten namelijk ook meer toppers bij. Dus die je echt over je oogschaduw heen kunt aanbrengen. Voor een mooie glow, maar ook gewoon voor glitter. Dus ja, dat kan ik in ieder geval vooraf even vertellen. Ik ga ze allemaal even op mijn arm swatchen. En ik zal proberen om ze zo close-up mogelijk op mijn arm te swatchen. Zodat je dus zo goed kunt zien om welke kleuren het gaat. Ik ga beginnen met dit kitje. Dit is dus een setje van Colourpop die ik heb. Dit was de All Nighter set. En deze is niet meer te koop. Dit is hoe het er dan uitziet. Er zit er eigenlijk zo'n dingetje voor. En hier zie je dan dat er dus 4 Super Shock Shadows in zitten. De meeste Super Shock Shadows die ik heb, die zijn niet mat. Want dat vind ik ja, zelf eigenlijk niet zo hele bijzondere kleuren. Maar als je dus zo'n set koopt, dan is het eigenlijk bedoeld om er een hele look mee te maken. Dus hier zit wel een matte kleur bij. Ik zal beginnen met de meest basic kleur uit deze set. En dit is de kleur Smash. Een beetje een ja, toned down champagne kleur zou je eigenlijk kunnen zeggen. Best wel glanzend, maar nog wel een subtiele kleur. Eigenlijk gewoon een perfecte kleur als je gewoon 1 kleur op je ooglid wil aanbrengen. Misschien een beetje diepte in de arcadeboog. Dan kan je zo'n kleur als dit eigenlijk altijd wel gebruiken. Hier de kleur Vega of Viga, hoe je het uit wil spreken. Dit is best wel een hele bijzondere kleur. Hij heeft alleen een beetje een droge textuur. Ik heb ook het idee dat hij niet zo mooi meer swatcht als dat hij eerst deed. Ik heb geprobeerd hem een beetje te swatchen, maar je ziet vooral een beetje dat hij een beetje een lila sheen heeft. En dat is eigenlijk ook een beetje wat deze oogschaduw heeft. Hij heeft een beetje een taupe ondertoon met een gouden en lila shimmer. Dan heb ik hier de matte kleur. Dit is Toe AT. Het is eigenlijk gewoon een matte, warme bruinkleur. Ook deze is een beetje droog geworden. Ik zeg je ook eerlijk dat ik deze set niet heel veel gebruikt heb. Maar ze zijn dus een beetje ingedroogd. De laatste kleur uit deze set is de kleur Mooning. Het is een pearlized finish. Deze is niet zozeer metallic, maar wel glanzend. En deze voelt alweer een stuk vloeibaarder. Kijk, de rest valt hier helemaal bij weg. Dit is dus de kleur Mooning. Een diep bruine kleur met een beetje een rode finish en gouden glitter erin. Echt een hele toffe kleur. Vooral bij iets van een smoky eye is dit een hele mooie kleur. Deze gebruik ik stiekem nog wel af en toe. Dit zijn dus de kleuren uit de All Nighter set. Zelf koop ik eigenlijk niet zo vaak dit soort kits meer. Omdat er toch altijd wel een paar kleuren in zitten die ik niet zo heel erg mooi vind. En dan merk ik dat ik gewoon te weinig gebruik. En vaak zijn alle kleuren uit dit soort setjes ook gewoon los verkrijgbaar. Dan heb ik hier de 4 kleuren. En volgens mij heette deze collectie Studio 1400 of zoiets. Het zijn 4 best wel opvallende kleuren. Maar deze zijn echt onwijs mooi. En het stomme is, het was dus een set. Ik heb ze allemaal apart gekocht. Om uiteindelijk gewoon de set compleet te hebben. Terwijl ik net zo goed in een set had kunnen kopen. Meestal is zo'n set ook voordeliger. Als je ze alle vier toch gaat kopen. En de kleur van de vier die ik het meeste draag is deze. Dit is de kleur 8 Track. Het is een beetje een olijf, lege, groene kleur. En dit vind ik eigenlijk op een everyday basis een hele mooie kleur. Dit is ook echt een beetje de formule van zo'n Super Shock Shadow. Hij is heel moesig en romig. En dus heel erg glanzend. Het is echt net boter. Het is echt een hele mooie kleur. En dat olijfgroen vind ik ook altijd heel erg mooi bij bruine ogen. Dan heb ik de kleur Donna. Dit is een beetje een dieper donkerdere turquoise. Deze is echt onwijs gaaf. Er zijn oprecht ook geen oogschaduws die net als deze oogschaduw dit effect geven. Dus daarom vind ik die Super Shock Shadows ook zo onwijs mooi. Kijk, het is zeg maar een turquoise, maar hij is net iets bijzonderder als ja, gewoon turquoise. Ik kan het niet zo goed omschrijven, maar dit is dus de kleur Donna. Dit is de kleur Ride Rabbit. Dit is ook een hele bijzondere kleur. Het is een beetje koper, maar hij heeft een beetje een roze, ja, een beetje een rossige sheen eroverheen. Als je van dit soort kleuren houdt, is Ride Rabbit echt een hele mooie kleur. En de laatste kleur is de kleur Static. En dit is een diepe bordeaux rood met een beetje een aubergine tintje erin. Dit is ook de donkerste kleur uit deze set. En ook deze vind ik zelf heel erg mooi. Dit is dus ook echt een collectie met wat fellere kleuren. Maar ik vind eigenlijk alle vier de kleuren echt waanzinnig gaaf. Ik ben ook heel benieuwd aan het einde van deze video welke kleuren jullie het mooiste vinden. Of welke kleuren jullie ook zelf in je collectie hebben. Laat dat ook zeker weten beneden in de reacties. Dit is dus de kit met de vier kleuren. 8 Track, Donna, Ride Rabbit en Static. Moest even nadenken. Nu ga ik over op de kleuren waarvan sommige limited edition en sommige in het vaste assortiment zitten. Dit wisselt best wel behoorlijk vaak bij Colourpop. Dus ik weet ook niet uit mijn hoofd welke nog wel en welke niet in het assortiment zitten. Ik zou zeggen, vind je een kleur mooi, tik het in het zoekbalkje op bij Colourpop. En je komt erachter of dat deze nog te koop is. En deze video is natuurlijk ook gewoon een beetje bedoeld om even van al deze super mooie kleuren te kunnen genieten. Ik zal even beginnen met deze twee limited editions. Volgens mij komen ze uit de holiday collectie van 2 jaar geleden. Dit is de kleur Kush en dit is de kleur Tinsel. Kush is een hele populaire kleur bij Colourpop. Het is best wel een bijzondere kleur. Ik heb hier ook bijna pen in geraakt, want ik vind het echt een onwijs gave kleur. Hij is bruin, een beetje middenbruin, maar heel koel, een beetje ijzig en heel erg glanzend. Dit is de kleur Kush. En ik denk dat dit, vooral de shine van deze kleur, wel laat zien waarom dat deze kleur zo populair is. Ik heb ook niet een andere kleur in mijn collectie die hierbij in de buurt komt. En ik vind dit daarom ook echt een onwijs mooie kleur. En vandaar dus ook de zwarte verpakking, omdat die dus limited edition was. Dit is overigens ook een kleur die eerder in de collectie was en daarna weer is teruggebracht, omdat die dus zo populair was. Dus zoals je ziet gebeurt dat best wel vaak. En ik heb hier nog de kleur Tinsel. Dit is een, beetje een paarse kleur die eigenlijk best wel heel erg draagbaar is. Deze heb ik ook gewoon gekocht omdat ik wat meer wilde experimenteren met kleur destijds voor een everyday look. En dit is eigenlijk een beetje een, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen een bruin met een paarse sheen. En hij is echt heel erg mooi om gewoon voor dagelijkse basis te dragen. Nu ik deze kleur zie denk ik van, oh, ik heb hem eigenlijk al best wel een tijdje niet meer opgehad. Maar dit is echt een hele bijzondere kleur en echt een grote favoriet. Dan heb ik hier een kleur. Deze heb ik destijds gekocht, maar heb ik een beetje spijt van. Want hij ziet er in de pen heel tof uit. Maar dit is wederom een matte kleur. En ik vind de formule van de matte gewoon wat minder mooi. Hij is namelijk wederom best wel droog. Je kunt hem wel zwartje, maar als je goed kijkt, komt hij gewoon niet echt in de buurt bij de andere kleuren. Hij is wel heel mooi fel van kleur. Maar ik prefereer dan toch liever een gewone matte oogschaduw dan de Super Shock Shadow mat. Want ik vind het gewoon niet lekker aanbrengen. Het voordeel met de Super Shock Shadows is ook dat je het beste je vingers kunt gebruiken. Maar daarin heb ik ook eerder voorkeur voor iets wat ik op mijn ooglid aanbreng als in mijn arcadeboog. Want dat is met je vingers bijna niet te doen, vind ik. Dan heb ik hier de kleur Coconut. Dit is echt een hele toffe donkerblauwe kleur met shimmer erin. En deze is ook echt super gepigmenteerd. Dus als je van dit soort kleuren houdt, volgens mij is Coconut namelijk in het vaste assortiment. Ja, dan is dit wel echt een hele gave kleur. Ik ben altijd echt blowing away van deze zwartjes. Moet je kijken hoeveel pigment deze kleur heeft. Echt super mooi. Dan heb ik hier de kleur Moonwalk. Dit vind ik ook een hele gave kleur, want deze is namelijk duochrome. Hij is een beetje leger groen, maar hij heeft ook iets roods. Het is heel moeilijk om deze kleur te omschrijven, maar het ligt er dus aan hoe je hem houdt in het licht. hoe dat de kleur zich laat zien. Maar het is echt een hele gave kleur. Ik loop nog even deze kleuren langs voordat ik ze weer eraf ga halen. Kush, Tinsel, Belladonna Lily, Coconut en Moonwalk. Mocht je trouwens afvragen waarom ik nu even de swatches hier doe, dan hoop ik dat jullie dat beter kunnen zien. Want als ik namelijk op mijn hand doe, ja, dan kan je het net niet zo lekker zien. En nu heb ik best wel groot vlak om de kleur te laten zien. Anders moet ik mijn arm misschien beter zo houden. Is misschien beter, is misschien beter. We zijn nog niet klaar met de video, dus ik kan het nog een beetje aanpassen. Dan heb ik hier een kleur die een klein beetje lijkt op White Rabbit. Maar deze is echt oprecht gewoon puur koper. Dit is namelijk de kleur Game Face. En ik heb een periode gehad dat ik echt dol was op dit soort felle kopertinten. En daarin vond ik Game Face altijd een hele gave kleur. En zoals je ziet, hij is echt super gepigmenteerd en super buttery. En het is gewoon echt full on koper. Echt een hele gave kleur is dit. Dan heb ik hier de kleur Crinkle. En dit is best wel een bijzondere kleur. Want dit is namelijk een metallic met glitter erin. Daardoor heeft hij wel een iets groffere textuur. Maar ja, hij is echt heel tof. Beetje blauw-grijs. En dan heeft hij dus glitter erin. Ook echt een hele mooie kleur. Dan heb ik twee goudtinten, waarvan eentje iets bleker goud en de andere iets dieper van kleur. Eentje is de kleur Get Lucky. Dit was een van mijn eerste Super Shock Shadows. Ik vind hem nog steeds heel erg mooi. Als ik echt een full-on goud wil, dan ga ik absoluut voor Get Lucky. Dit is gewoon echt een hele mooie, ja, diepe goud. Echt gewoon perfect, super gepigmenteerd. En ik vind het ook mooi dat deze niet zo geel goud is. Ik vind geel goud heel gaaf in een ooglook, maar ik vind dit soort, ja, eigenlijk een beetje standaard kleuren goud stiekem eigenlijk nog wel iets mooier. En dan heb ik hier de kleur Cheap Date. Deze is eigenlijk iets dieper en deze heeft ook weer wat glitter erin. En deze is nog gepigmenteerder. Wellicht als je ze naast elkaar ziet dat je het effect eigenlijk op camera, dat het een beetje hetzelfde is. Maar ik vind Cheap Date ook een hele mooie goud. Deze heb ik overigens gekregen. Die andere heb ik zelf gekocht. Vandaar dat er dus twee kleuren in zitten die best wel op elkaar lijken. Ga ik niet ontkennen. Maar dit zijn dus mijn twee goudtinten van de Super Shock Shadows. En dan ga ik nog even dit rijtje tof afsluiten met een limited edition uit de Hello Kitty collectie. Deze kleur is best wel heel apart. Niet zo heel bijzonder als je hem zo ziet, maar ik heb eigenlijk niks in mijn hele collectie wat hierop lijkt. Dit is namelijk de kleur Bento Box. En dit is ook een pearlized finish. En echt hoe gepigmenteerd dat deze kleur is, dat is echt niet normaal. Super zacht, super creamy. Ik gebruik deze kleur ook eigenlijk echt veel te weinig. Maar ik vind hem nog steeds wel heel erg gaaf. Dus dit is de kleur Bento Box uit de Hello Kitty collectie. En het cute, er staat ook Hello Kitty op het dingetje. Echt super schattig. Uiteraard heb ik daarom ook het doosje bewaard. Dit zijn dus de kleuren Game Face, Crinkle, Get Lucky, Cheap Date en Bento Box. Tijd voor de volgende rij kleuren. De volgende kleur die ik ga aanbrengen, dat is een hele toffe kleur. Volgens mij is het namelijk ook een pressed pigment. Yes. En dit is de kleur Fooling Around. En deze is echt super tof. Deze is rood, maar met een, ja, weet je, een duochrome roze sheen. Je ziet het eigenlijk al in de pen. Echt een hele gave kleur. Uiteraard wel, als je dit aanbrengt op je ogen, een beetje rekening mee houden dat het niet gaat stenen. Want hij is echt super intens. Gewoon in één swipe full on pigment. Er is geen één oogschaduwpalet op de hele wereld wat dit pigment heeft. Die Super Shock Shadows zijn echt super gepigmenteerd. Dan heb ik wederom een kleur die ik destijds veel droeg. Dit is de kleur Partridge. En dit is ook weer een duochrome. Maar weer een beetje, ja, richting het dagelijkse toe. Deze heb ik laatst ook weer een keertje opgehad. En ik blijf dit wel een hele gave kleur vinden. Hij is namelijk, ja, een beetje blue-brown, zeg maar. Iets meer een bruin dan dat hij blue is. Maar ja, ik vind het wel echt een hele gave kleur. Vooral als je bijvoorbeeld donkere ogen hebt of juist hele lichtblauwe ogen. Super tof. Nog een kleur die heel populair is, is de kleur B. B-A-E, yes. Wederom ook een duochrome. Deze heeft een bordeaux ondertoon eigenlijk en heeft een blauwe sheen. Dit is ook een van mijn eerste Super Shock Shadows. Zoals jullie kunnen zien heeft hij dus een beetje een bordeaux paarse ondertoon. Maar als je hem dus een beetje langs het licht haalt, dan heeft hij blauwe sheen eroverheen. Ook echt heel gaaf. Vooral heel mooi als je een beetje een bordeaux smoky look maakt. En dan dit op je ooglid. Super gaaf. Heb ik hier een kleur die ik vanaf het begin dat ik van Colourpop ging houden al heel graag wilde hebben. Dit is namelijk de kleur Ibiza, oftewel Ibiza. En deze kleur was destijds niet meer te koop. En daar werd altijd zoveel over geraved op social media. Dat ze hem op een gegeven moment terugbrachten. En dat op het moment dat ik hem kon kopen, ik hem ook echt gelijk heb gekocht. Dit is absoluut geen kleur die ik heel vaak draag. Maar als ik een kleur zoals dit nodig heb, dan weet ik absoluut dat ik deze moet meenemen. Want dit is nou echt pigment. En het is zo'n gave kleur. Hij heeft ook weer wat glitter erin zitten, maar gewoon heel mooi subtiel. En vooral natuurlijk echt een prachtige turquoise kleur. En zeker als je wat meer houdt van een beetje colorful looks. Als je ervan houdt om heel veel te experimenteren met je oogschaduw. Dan zijn die Super Shock Shadows van Colourpop eigenlijk echt onmisbaar. En zeker voor de prijs. En dan sluiten we dit rijtje af met de kleur Puppy Love. En dit lijkt eigenlijk een hele saaie basic kleur. Maar ook deze is weer duochrome. En dit is eigenlijk een champagne ondertoon. Oké, plechtig moment. Ik heb pen geraakt. Dit is namelijk een beetje een champagne ondertoon met een roze sheen. Ik denk dat het lastig te zien is op de camera, want het is natuurlijk een hele lichte kleur. Maar vooral als je hem dus langs het licht houdt, heeft hij ja, echt een beetje een soort roze sheen. En ja, het is echt gewoon super mooi. Zowel te gebruiken in je binnenste ooghoek als op het hele ooglid, onder je wenkbrauwbot. Het was altijd echt een hele gave kleur. Ik loop het rijtje nog even langs. Fooling Around, Partridge, Bay, Ibiza en Puppy Love. Dan heb ik hier de laatste rij gekke kleuren voordat we overgaan naar de ja, meer nude kant. Ik begin met de kleur Catnap en deze behoort tot dezelfde collectie als Puppy Love. En dit is ook een hele gave kleur. Koele bruin met een hele mooie sheen. Dan hebben we de kleur Sugar en dit is een hele mooie koele blauw. Een van de gepigmenteerdste kleuren die ik heb. En zoals je ziet, super glad. Dan hebben we de kleur Bow Down. Dit is een paarse kleur met blauwe sheen. Paars is altijd best wel een lastige kleur in de oogschaduw. Pigment van paars is gewoon best lastig, maar dat is absoluut niet te zien bij de kleur Bow Down. Als ik een paarse look maak, een beetje dit soort tinten, gebruik ik absoluut deze op mijn ooglid. Dan hebben we nog de kleur Farside. Dit is ook wat meer een basic kleur. En de laatste vind ik toch stiekem ook wel heel erg mooi. Dit is de kleur Flower Shop. Als je heel erg houdt van turquoise, zeegroene kleuren, dan vind je dit echt waanzinnig. Want ik heb geen één oogschaduw in mijn hele collectie die hierop lijkt. Ik ga de kleuren nog even langs. Catnap, Sugar, Bow Down, Farside en Flower Shop. Dan hebben we nu eigenlijk een beetje alle fun colors gehad. En dan heb ik onderop nog een laadje zitten met wat meer de nude kleuren. Die ik dus eigenlijk ook gewoon op dagelijkse basis gebruik. En zoals de meesten van jullie weten draag ik eigenlijk bijna nooit dezelfde ooglook. Ik heb juist voor deze video echt gewoon geen oogschaduw op. Ook wel weer heel typisch. Maar eigenlijk draag ik nooit dezelfde look. Dus vind ik het ook leuk om elke dag wel wat anders op te doen. En dit rijtje gebruik ik daarom dus ook het meest vaak. Hier heb ik er twee die ik eigenlijk wat meer zou omschrijven als een beetje sheer. Ik begin daarbij met de kleur Flipper. Deze zat in de zomercollectie van vorig jaar. En dit is best wel een hele bijzondere kleur eigenlijk. Want in de pen is hij dus best wel oranje. Maar het is eigenlijk een hele... Ja, ik zou het bijna even omschrijven als Fanta. Ik weet niet zo goed waarom, maar daar doet het mij aan denken. Het is een hele frisse kleur. En ja, ook best wel bijzonder eigenlijk. Toen ik hem ook zag op zwartjes, toen hij uitkwam, vond ik het gewoon een bijzondere kleur en wilde ik hem per se hebben. Dan hebben we hier de kleur Alchemy. En Alchemy is een glitter sheer. En dit was een vrij nieuwe formule destijds. Dit is echt de perfecte oogschaduw om als topper over een andere oogschaduw heen te brengen. Om een beetje een glittery, een beetje wet look te krijgen. Want deze oogschaduw maakt elke andere oogschaduw meteen een heel stuk bijzonderder. Tuurlijk kan je hem ook gewoon op zichzelf dragen. Het is eigenlijk een perfecte ja, champagne glitterkleur. Maar hij is voornamelijk bedoeld als topper om ergens overheen aan te brengen. En daar vind ik hem zelf ook gewoon het allermooist voor. Dan hebben we hier de kleur Birthday Girl. En deze kwam als het goed is uit, ook als limited edition destijds. Toen Colourpop 1 jaar bestond. En later hebben ze de kleur dus weer teruggebracht. Dit is eigenlijk de perfecte nude, bronzy oogschaduw. Ik vind dit ook eigenlijk een van de mooiste kleuren en draag deze echt heel erg vaak. Dan heb ik hier de kleur Lightning Bug. En dit is dus geïnspireerd op vuurvliegjes. En dat vind ik echt wel heel tof, want daar doet deze kleur me ook absoluut aan denken. Het is echt een beetje dat perfecte kopergoud. Beetje zoals vuurvliegjes. Dit is de kleur Sequin en dit is eigenlijk een beetje koper rose gold. Ook een hele populaire kleur van Colourpop. Heel veel mensen hebben deze kleur ook. En ik kon daarom ook niet achterblijven. Dus dit is de kleur Sequin. Zover ik weet zit deze kleur ook in het vaste assortiment. En dit is een van de populairste kleuren uit al hun oogschaduws. Dit is de kleur Snakebite. En dit is ook een kleur die eerder uitkwam en later weer in een set is gekomen. Omdat die dus destijds zo populair was. Ook een hele mooie gepigmenteerde, beetje metallic koperkleur. De kleur Deep Dive vind ik ook heel erg gaaf. De kleur op zich is niet zo heel bijzonder, maar hij heeft gouden en roze glitter erin zitten. Waardoor die eigenlijk in elk licht gewoon ontzettend mooi is en een hele bijzondere kleur. En de laatste is de kleur Birthday Boy. Dit is een hele bijzondere kleur die uitkwam op de tweede verjaardag van Colourpop. Dit is een koele bruin met een lila shimmer eroverheen. Deze kleur heeft al pen geraakt zoals je kan zien. En ik ben er ook heel erg zuinig op omdat deze dus niet meer te koop is. Maar dit is ook een van de bijzonderste kleuren. Want zoals je kan zien heeft hij dus een beetje een lila sheen eroverheen. Dan waren dit dus al mijn Super Shock Shadows. Ik vond het heel tof om deze video op te nemen. Ik vind deze oogschaduws namelijk echt fantastisch. En als groot oogschaduwlover hoop ik dat ik heel veel mensen hier nog meer mee kan inspireren. Als je echt op zoek bent naar een oogschaduw die echt gewoon van je oog afpopt. Dan moet je echt bij Colourpop zijn. Leuke woordspeling. Maar het is echt serieus hele fijne oogschaduws. Hele bijzondere kleuren. En waar ik ook kom, wanneer ik ze ook op heb, ik krijg er altijd complimentjes over. Dus mocht je er heel erg graag iets van willen proberen, dan heb ik hier in ieder geval de kleuren uit mijn collectie. Hopelijk zijn de kleuren die jij mooi vindt nog steeds te koop. Of is er een goede vergelijkbare kleur van te koop. Laat me zeker weten dus welke kleur jij het mooiste vindt. Vergeet natuurlijk niet je duimpje omhoog te doen. En te rammen op die rode abonneerknop als je nog geen lid bent van de Characademy familie. Dankjewel voor het kijken en dan zie ik je weer graag zondag weer met een nieuwe video. Tot zondag! Doei!